Welkom bij Sparta. Hoe is het voor jou om het komende jaar op huurbasis voor Sparta te gaan spelen? Ten allereerste ben ik heel blij om hier te zijn. Ik kan niet wachten om te beginnen. En om er een heel mooi, mooi seizoen van te maken. Ik denk een goede stap voor mij. Ik kan mezelf ontwikkelen. En ik denk ook dat ik, dat ik het team kan helpen. En wat ik zeg, ik kan, niet, ik kan niet wachten om te beginnen. En er een mooi seizoen van te maken met het team. Wat is je eerste indruk van de club? Heel warm. Toen ik hier kwam... Dat zag ik gelijk al. Weet je, ik had hier gesprekken met, met, met de mensen en het voelde heel warm aan als, als een familie. Dat is voor mij belangrijk. En, uh, en ik ging hier ook met, met een goed gevoel weg. Dus, uh, goed. Ja, je zit overigens jonge jong jaren in het buitenland, uh, waardoor je weinig voetballiefhebbers jou echt hebben zien spelen. Wat voor speler ben jij? Ik ben een, ik ben een centrale verdediger. Die, die houdt van opbouwen. Een voetballende verdediger noem, noem ik dat. En uh, ja, dat een beetje. Ik ben snel. Uh, veel geleerd in het buitenland. Mensen zeggen altijd uh, weet je, dat je vroeg weggaat, dit en dat, maar je leert een hoop. En uh, ik ben uh, redding om dat te laten zien. Je hebt de afgelopen jaren bij meerdere jeugdaftallen van topclubs in het buitenland gespeeld. Dit seizoen ga je met Sparta voor het eerst echt bij een uh, eerste elftal spelen in een, uh, hoge, op een hoog niveau. Wat uh, voelt dit seizoen voor jou als een seizoen waarin je echt moet bewijzen voor Arsenal? Kijk. Uh, ik, ik wil mezelf altijd voor mezelf bewijzen, snap je? Ik bewijs mezelf uh, natuurlijk voor Arsenal ook. Uh, weet je, het, is, uh, het is een droom om daar in de basis te komen, elke wedstrijd te spelen. Um, maar nu, ben ik, als, nu, nu ik hier ben, uh, focus ik mezelf gewoon helemaal op Sparta. En, uh, en uh, proberen zo hoog mogelijk te eindigen met Sparta. Ja, je bent nu zeven jaar weg uit Nederland. Heb je in die tijd Nederlands voetbal en daarmee Sparta wel gevolgd? Tuurlijk. Zeker, zeker. Uh, ja, er waren meerdere clubs voor jou in de race, wat zorgde ervoor dat je voor Sparta hebt gekozen? Wat ik net al zei, dat, uh, dat, uh, dat warme gevoel toen ik hier kwam en, uh, en uh, ik merkte gelijk dat het heel professioneel was. Weet je? Mensen hier willen winnen, ze weten, ze, ze, ze weten wat ze willen, ze hebben een doel voor oog en, en daar kan ik me goed in vinden. En, uh, ja, de gesprekken liepen goed, uh, met de trainer gesproken, ook uh, hoe, hij, hoe hij erin staat, uh, kan ik me goed in vinden. Dus, uh, Daarom. Je bent ook international van uh, Tunesië, waarmee je onder andere op, het, op de Afrika Cup hebt gespeeld. Heeft jouw internationale carrière nog invloed gehad om uh, voor Sparta te kiezen, ook met het oog op het WK? Uh, Goede vraag. Zeker. Ik denk dat ik hier dat ik hier mijn minuten kan maken en ook aan de bondscoaches kan laten zien van uh, wat ik kan, dat ik er klaar voor ben. Um, maar uh, dat is pas in december. Weet je? Ik ben nu hier zo. Ik kan niet wachten om met Sparta te beginnen en te laten zien met het team wat we kunnen. En wat wil je in je periode bij Sparta bereiken? Wat ik wil bereiken, kijk, mijn persoonlijke doelen hou ik van mijzelf. Maar met het, ik heb wel een doel, zeg maar, zoals iedereen hier, dat we gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Snap je? Sparta, een grote club met veel historie, weet je. Dat hoort gewoon in de eredivisie En dat gaan we ook proberen om, om zo hoog mogelijk te eindigen. Veel succes. Dankjewel, vriend.